Goedemorgen, het is vandaag donderdag en welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb gisteren een dagje overgeslagen omdat ik gisteren veel heb geregeld met Den voor ons langere verblijf hier. En ik heb gewerkt en ja, het was gewoon niet heel handig om te filmen. Maar vandaag pak ik hem weer lekker op. Wij zijn inmiddels aangekomen in ons hotel in Changu. Daar zijn we gisteren heen gegaan en we hebben echt een super mooi hotel. We zijn nu op het punt om naar het ontbijt te gaan. Er zit een tentje in de buurt, die had ik op mijn favoriete lijstje staan, dus daar gaan we lekker ontbijten. En ik had één broekrokje van de Zara, die was gescheurd. Dus die wilde ik al een tijdje naar de klerenmaker brengen, maar die kon ik niet echt vinden. En gisteren kwam ik erachter dat ik nog een broekrokje had van Lofies, waar de elastieke band een soort van geknapt is of zo. Zij is nu veel te groot. Dus ja, ik ga eventjes langs een klerenmaker ook om te kijken of ze dat kunnen fixen. Dat zou heel chill zijn. En ja, we gaan nu eerst even lekker ontbijten. Wij zitten bij Jika Eatery. En kijk even, ik heb een lychee tea. En hier zitten gewoon 3 lychees onderop. En hier, dit is thee. Dit is echt heel bijzonder, maar ik denk dat het heel lekker is. En we hebben allebei een broodje met bacon en parmezaan en cheddar. En het ziet er echt heerlijk uit. Eet smakelijk. En een lief vriendje. Hoi. Nou guys, na het ontbijt ben ik weer lekker vergeten te filmen, heel handig. Maar ik had eigenlijk voor 3 uur niet zoveel gedaan. Ik had gedoucht en me klaargemaakt. En toen ben ik naar de nagelsalon geweest en de wimpersalon, dat is in 1. En ik heb weer de lashlift gedaan. Ik weet niet of je het heel goed kan zien, hij stelt niet echt goed scherp, maar... ik denk het wel. Dus dat stopt. Die zijn weer gelift. En ik heb mijn nageltjes laten doen. En ik heb de Hailey Bieber Nails. Zoals dat genoemd wordt. Ze zijn weer lekker kort. Want alles was afgebroken. Helaas. Dus ik moet weer lekker sparen om te groeien. Maar goed, er zit in ieder geval weer een leuk lakje op. En het ziet er niet meer zo skeer uit als dat het eruit zag. En daarna heb ik mijn rokjes opgehaald bij de kleermaker. En die heeft ze gelukkig kunnen maken. Het was echt €3,50. En ze zijn allebei gefixt. Dus daar ben ik heel blij mee. Toen ben ik teruggereden naar het hotel en daar heb ik Den opgehaald. En toen zijn we lekker wezen eten. We hebben een beetje late lunch gehad om 16:30. Maar ja, we hadden allebei nog niet gegeten. Dus dat was helemaal prima. En toen zijn we doorgereden naar de wasseretten. Want we hadden weer heel veel was ingeleverd. En dit is 1. En we hebben nog zo 1. En nog 2. Kijk, dit zijn alle pakketten. Het was 9 kilo. Dus we hebben nu weer het leuke taakje om dit uit te gaan pakken en op te gaan ruimen. Misschien dat we het niet allemaal op gaan ruimen, want op zich zitten we hier een week. Dus we kunnen het ook gewoon een beetje in de kast leggen of zo. En dan als we gaan, om het dan op te ruimen. Maar goed, we hebben weer een klusje. En vanavond gaan wij gezellig uit. En daar heb ik heel veel zin in. We gaan uit met mijn collega's van Sparkling People. En we gaan eerst ergens ja, een soort van voorzitten. Volgens mij heet het Bali Buzzi, als ik het goed heb onthouden. En daarna gaan we naar La Favela. En dat is een ja, best wel bekende club hier op Bali. En ik ben er nog nooit geweest, ik ben heel benieuwd. Ik ga deze camera sowieso niet meenemen. Maar ik ga met mijn telefoon gewoon wat filmen. En dan plak ik dat wel lekker erbij. Nou, het is inmiddels al bijna 20:30. En ik heb me omgekleed om vanavond uit te gaan. En ik denk dat het dit jurkje gaat worden. Die heeft een open achterkant. En dat vind ik wel heel erg leuk. Maar ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik heb nog 2 jurkjes die een optie zijn. Die liggen hierachter. Maar ik denk dat het deze gaat worden. En ik heb mijn wimpers natuurlijk gelift vanmiddag. Dus ik mag... geen mascara op, want ze mogen niet nat worden. Dus het wordt vandaag een make-uploos avondje. Het is eigenlijk ook wel heel erg chill, want je gaat toch waarschijnlijk zweten. Het is warm in die club. Dus helemaal au naturel gaan we uit. De eerste keer denk ik in mijn leven. Al doe ik eigenlijk altijd alleen maar mascara op. Dus zo'n hele grote verandering is het niet. Maar goed, voelt toch een beetje gek of zo. Terug van uitgaan en het was echt super gezellig. Ik heb een aantal beelden met mijn telefoon geprobeerd te maken, dus ik hoop dat die een beetje gelukt zijn. We zijn niet naar Bali Buzzi geweest, zo heet het volgens mij. We zijn naar ik weet het niet meer, hoe heet het? Wat? De eerste waar we heen gingen. Mexicola. Motel Mexicola geweest in Seminyak. En daarna La Favela. En het was echt super leuk. En nu gaan we lekker slapen, want het is... Oh, ik heb geen horloge meer om 4 uur. Half vijf. Het is half vijf al geweest. Dus we gaan lekker slapen. Slaap lekker. Goedemiddag. Het is vandaag vrijdag. En wij zijn wakker geworden. Nou ja, wakker geworden. Ik was om 9:30 eigenlijk al wakker geworden. We gingen om 4:30 slapen. En daarna heb ik nog wel even verder kunnen slapen. En nu is het inmiddels al bijna 1:30. En nu hebben we eindelijk een ontbijtje besteld. Want we hadden niet echt zin om ergens heen te gaan. Dus de chauffeur is lekker onderweg met ons ontbijt. Helemaal top. Dus we gaan zo even lekker eten. En dan denk ik dat ik even lekker ga zwemmen. Dat heb ik al een tijdje niet gedaan. Daar heb ik best wel zin in. En ja, ik moet ook weer aan het werk vandaag. Dus dat gaan we ook doen. We hebben een heerlijke club wrap besteld. En het ziet er wel lekker uit. Ja. Zo kun je het wat beter zien. Het is met avocado, kip, sla, tomaat en kaas. Lekker? Nou, die zie ik niet. Geen idee. Nou, net eventjes lekker bij het zwembad gelegen. Ik ben het water niet in geweest. Heel stom, maar goed. Ik ben lekker podcast aan het luisteren. Ik mis heel veel moordkastafleveringen. Sinds ik hier ben heb ik het eigenlijk niet meer geluisterd. En dat was echt mijn favoriete podcast naast die van Monica en Kai. Dus dat was ik nu lekker aan het doen. Het was gelijk een lange aflevering van 1,5 uur. En nu heb ik me klaargemaakt, eventjes wat aangetrokken en ga ik naar kantoor. Want er moet weer gewerkt worden. En ik heb even lunch laten bezorgen hier, dat is er bijna. En dat neem ik dan gewoon lekker mee. En dan ga ik dat op kantoor opeten. Ik heb van die Vietnamese springrolls besteld. En dat is lekker met kip en groenten en zo. Een beetje healthy de pelty, want gisteren natuurlijk uit geweest. En gedronken, dus nu weer eventjes een beetje groentjes naar binnen. En dan ga ik lekker naar kantoor om te werken. Wij zijn net langs een juice bar gereden en mijn collega's zeiden dat het daar heel lekker was. En je kan dus zo'n literfles halen voor 70k. Ja, voor 70k. En als je die fles terugbrengt krijg je 5k terug. En het is een smoothie met mango en passion fruit. Ja. En we mochten echt van alles proeven en echt super leuk. Dit is hoe het tentje heet. Ubud Kitchen Juice Bar. Het zit niet in Ubud, het zit in Changu. Geen idee waarom, maar... En ze bezorgen dus ook en dan kan je gewoon naar dat nummer whatsappen. Echt super chill. Morning. Het is vandaag zaterdag en wij zitten bij Fruitman. En die schijnt heerlijke broodjes te hebben. Dus we hebben allebei een normale croissant besteld en een chorizo croissant. En lekker ijstie erbij. Eet smakelijk. Ik heb net eindelijk mijn scriptie afgemaakt en ingeleverd bij de tweede beoordelaar. Dus fingers crossed dat die wordt goedgekeurd en dat ik nog voor het einde van dit schooljaar mag presenteren. En nu gaan we iets heel leuks doen. We gaan richting Seminyak, helemaal in het zuiden. Volgens mij is het iets van 20 minuten scooteren. En dan gaan we naar een boardgamecafé. Volgens mij noem je dat zo. Het is een café waar je allemaal spelletjes kan spelen. En volgens mij hebben ze echt superveel. En dan gaan we daar gewoon even lekker in de middag spelletjes spelen. Want dat vinden we leuk. Always alone. You will always be there. Always alone. Goedemorgen, het is vandaag maandag en zoals je misschien aan de dag hoort heb ik een dag overgeslagen. Eergisteren zaten wij in het Spellingscafé, dat heb je nog kunnen zien. En wilde ik een leuke timelapse gaan maken. En toen viel mijn camera uit, want hij was leeg. Had ik even niet zo goed naar gekeken. En de dag erna kwam ik erachter dat ik hem nog steeds niet in de oplader had gelegd. Net zoals vorige keer. Dus gisteren heb ik hem in de oplader gelegd. En ja, nu is hij weer vol. Dus ik heb gisteren eventjes niets gefilmd. We hebben ook niet heel veel bijzonders gedaan, moet ik zeggen. Den voelde zich aan het eind van de dag niet helemaal toppie-joppie. Dus ja, we zijn gewoon vooral hier gebleven, bij het zwembad gelegen. En ja, niet zoveel bijzonders. Maar vandaag gaan wij naar Finns Beach Club. En 4 jaar geleden zijn we er ook geweest. We vonden het fantastisch en we wilden zeker terug. Dus vandaag is de dag aangebroken. Wij gaan lekker de hele dag met onze billen op een bedje liggen bij Finns Beach Club. En ons tonnetje rond eten. Want je betaalt dus een entreeprijs. En omgerekend in euro's is dat ongeveer €50 per persoon. En dat mag je dus besteden aan eten en drinken. Nou, dat is echt superveel. En ondanks dat het een beachclub is, vallen de prijzen dus best wel mee. Dus ja, je kan gewoon heel veel eten en drinken. Dus dat is top. Wij gaan daar de hele dag lekker liggen. En dan vermaken we ons wel. Nou, daar zitten ze hoor. Bij Finns. Lekker de hele dag. Wij zitten lekker bij Kopenhagen. Die stond ook op mijn lijstje. En we zijn er nu eindelijk. We gaan alweer bijna weg uit Changu, maar we wonen hier straks natuurlijk. En we gaan nu voor het eerst Kopenhagen proberen. En hier heb je dus een concept dat je een blaadje krijgt. En dan kan je allemaal bolletjes aankruisen. En dan betaal je zeg maar per of 3 gerechtjes of 5. En je kan ook los erbij. Ik ben voor 3 gegaan en daar voor 5, maar ik heb er ook één op dansplaatje. Dus eigenlijk zijn we allebei voor 4 gegaan. Dus ik ben benieuwd of we het opkrijgen. En het ziet er allemaal super lekker uit bij andere mensen. Dus we gaan even kijken of het goedgekeurd wordt door ons. Dit looks amazing. Den heeft croissantje, panini, chicken meatballs en een cinnamon roll. Ik heb ook cinnamon roll en de panini. En dan heb ik nog een slider met ei en bacon en vers fruit. Helemaal lekker. Nou, we gaan van eten naar eten, maar we hebben net wel gewoon lekker bij het hotel gezeten. En nu zitten we heerlijk bij de Baroen. En het is echt heel erg druk, maar ja, wel lekker eten. Het is een eetdag vandaag. Ik heb ongeveer 5 uur gewerkt en nu zijn we bij ons diner beland. Het is inmiddels wel al bijna 9 uur. En we zijn gegaan voor een pasta meatball en een mac and cheese. Het ziet er echt fucking geweldig uit. En we hebben honger, dus we gaan eten. Zoals je kan zien was het echt heel erg lekker. Dus een tipje, het heet Pasta Dealer. Oh, het wordt lekker donker nu daar, maar het heet Pasta Dealer en het was echt amazing. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en wij zijn al een tijdje wakker, maar we zijn net uit bed gerold en we hebben lekker een ontbijtje besteld. En dat zijn deze wrapjes. We gaan een wrapje delen. We hebben de, wat is dit? Pesto club. Oh, pesto kip wrap. En we hebben een club wrap, die zit in deze. En we hebben heerlijk weer een liter smoothie gehaald gisteren, of sap deze keer. Dus dat hebben we ook lekker bij ons ontbijt. Helemaal lekker. Het is onze laatste dag hier in Canggu, voordat wij morgen naar Thailand vliegen. Want we krijgen een nieuw visum en daarvoor moeten we het land uit. Dus ja, we vliegen voor een weekje naar Thailand. En ik zou eigenlijk gaan boksen vandaag met mijn collega's. Maar ik had deze ochtend... ja, ben ik al 3 keer naar de wc geweest. Als in dat ik echt moest rennen. Dus het leek me niet echt een heel goed idee om naar boksen te gaan. Sowieso omdat sporten dat volgens mij nog erger bevordert. Dat het nog erger op gang komt. En ik had gewoon geen zin dat ik daar straks stond en naar de wc moest rennen. Dus ja, dat heb ik helaas af moeten zeggen. Ik moet zeggen, het laatste uur, 1,5 uur, gaat het goed. Het is nu rustig, maar... ik kan zomaar weer opeens buikpijn krijgen en naar de wc moeten rennen. Dus ik wil het eigenlijk niet jinxen, zeg maar. Maar ja, omdat ik nu natuurlijk niet ga sporten en Dan is nu wel lekker naar de sportschool, heb ik eventjes tijd. Dus ik ga eindelijk mijn vorige vlog bewerken. Want die van Uluwatu is nog steeds niet bewerkt. Omdat ik er gewoon geen tijd voor heb. Ik ben gewoon aan het werk, we zijn leuke dingen aan het doen. En ja, ik had er gewoon geen tijd voor. Dus ik ga nu een beginnetje maken. En ja, sowieso morgen vliegen we. Dus dan heb ik ook weer tijd. En hopelijk kan ik dan deze misschien ook wel gelijk in elkaar zetten. Maar we gaan nu eerst in ieder geval beginnen aan die van Uluwatu. En hopelijk krijg ik hem vandaag af. Nou, het is goed gelukt. Mijn vlogje is helemaal af. En Den was inmiddels terug van sporten. En nu zijn we gezellig bij Milk en Madu, waar ik al een hele tijd wilde eten. En het was happy hour, dus ik ben voor een virgin pina colada gegaan. Want alcohol gaat het natuurlijk niet worden nu met mijn buik. En Dan heeft lekker een colaatje. En ons eten ziet er ook echt geweldig uit. Ik heb een pokeball met kip teriyaki en allemaal groenten. En Dan heeft een pizza met meatballs en heel veel parmezaan op de korst. Helemaal lekker. Ik heb net lekker nog even 2 uurtjes kunnen werken op kantoor. En toen ben ik Dan gaan ophalen met de scooter. En nu gaan wij richting ons avondetentje. Voor de laatste keer vandaag in Changu. Pas over een weekje weer. Dus we gaan lekker met Jill en Kelvin eten van mijn werk bij een tentje. Ik weet even de naam kwijt, maar het is van dezelfde eigenaren als Nook, waar we in Seminyak hebben gegeten. En dat was super lekker. Dus ik ga ervan uit dat dit ook heel erg lekker is. Dus we gaan lekker eten. Heel leuk. Zoals je net kon zien hebben wij echt super lekker gegeten. Ik ben het toetje vergeten te filmen, maar dat was echt nog lekkerder. We hadden een cheeseburger en een corn bleu. Dat gingen Dan en ik dan delen. En als toetje had ik met Jill een kokende cheesecake gedeeld. En er zat karamelsaus op en ja, kokos. Het was echt geweldig. Het heette Milou bij Nook, zoiets. Het was echt heel erg lekker. En je hebt dus in Seminyak een tentje dat heet Nook of Nook, hoe je het ook wil zeggen. En hier in Canggu heb je dus 2 tenten die ook van hun zijn, maar een soort van franchise. En ja, dit was er eentje van en het was echt heel erg lekker. Dus zeker een aanrader als je in Canggu bent om daar te gaan eten. En nu zijn we lekker op de kamer. We hebben alles al een soort van ingepakt voor morgen. Maar er moet nog wel iets gebeuren, maar dat doen we morgenochtend. En nu gaan we lekker klaarmaken voor bed en slapen. Want morgen hebben we weer een reisdag voor de boeg. En ik ga deze vlog ook afsluiten. Want dit was onze laatste dag in Canggu. En morgen staat er dan weer een nieuwe vlog. En die gaat over Thailand. Want wij gaan een weekje naar Thailand. Naar Bangkok. Omdat we voor ons visum het land uit moeten. Dus we hebben niet echt een keus. Maar ja, we hadden Bangkok gekozen omdat het toch wel een leuke stad is. We zijn er al eens geweest. En we hebben nog wel wat dingetjes te zien op zich. Dus dat voor de volgende vlog. Bedankt voor het kijken naar deze. Het was denk ik een beetje een rommelige vlog. Omdat ik ook wel veel heb gewerkt. Naar kantoor ben geweest. En dan ja, niet heb gefilmd. En mijn camera was ook weer leeg. En dat was ik vergeten. Dus sorry. Maar ik ga mijn best doen om de volgende vlog weer een beetje oké te maken. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je weer bij de volgende. Doei doei!